Ruim 5000 huishoudens in het district Nikeri kunnen nu rekenen op gezond en veilig drinkwater. Zaterdag vond de oplevering van het waterbron van de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, plaats te Paradise in het reisdistrict. SWM-directeur Clifton Linga geeft aan dat er heel hard gewerkt wordt aan de landelijke watervoorziening. Omdat we heel Suriname moeten gaan voorzien van drinkwater. Maar dan weten we dat voor de districten Brokopondo en Para, Wanica, Paramaribo, Nikeri, Koroni, Saramaka, Kommerwijnen en Marowijnen, een deel van Marowijnen, al goed zitten qua drinkwater. Dan gaat de focus moeten zijn voor de bovenloop, boven en loop van en Nikeri en hoe je daar. Marowijnen en Sipaliwini, dat die de uitdaging gaan zijn. Maar ik weet ook aan de ene kant dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ook al bezig is in het boven Suriname gebied. Om die gebieden te voorzien van drinkwater samen met een Belgisch bedrijf ook. Linga merkt verder op dat de SWM ook bezig is met een project van de Internationale Ontwikkelingsbank in enkele andere gebieden in het land om bronnen aan te leggen. Districtscommissaris van Nikeri, Sen Rita Gobardan, is zeer ingenomen dat de SWM bezig is de waterproblemen in het district op te lossen. Ja, laat me aangeven. Ik heb eerder mijn speech aangegeven dat ik inderdaad met alle actoren, met alle instanties een goede samenwerking heb. En als het minder goed gaat, dan moet je gaan communiceren. En met SWM inderdaad heb ik ook een heel goede samenwerking met de directeur, maar ook het team van Nikeri. We bellen elkaar, gewoon sturen appjes en het werk wordt uitgevoerd samen met onze eigen mensen in de resorten. Dus het is prima, het loopt prima. En natuurlijk als de regering invulling aan geeft en er is prioriteit gesteld, heen naar eerst en nu hier, ja, het loopt goed. Minister Pralat Seodin zei dat er veel werk te verzetten is in het district. De bewindsman gelooft dat over enkele jaren...